daar zijn beeld. Oh, vet show. Deze staat erin. Yo mensen, we oefenen nog eens snel met een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met Jordan. En ik kan niet voetballen. We gaan vandaag voetbal challenge doen. We gaan in totaal 3 doen. Eerst gewoon penalties schieten. Daarna gaan we lekker met afleggen doen. Maar niet trampen, maar anders zie je straks wel. En daarna gaan we one touch doen. Maar je kan overal 5 punten krijgen. En in totaal met minste punten. Als je dus 0 punten hebt, ja dan. Oké, volgorde verzinnen we nog wel. Maar ik begin nu alvast. Let's go. Horsefighter. Ik doe even een panenkaatje. Ja, hoor het al. Kijk het diepe ventje, hij zit te lachen. Even inzoomen dat diepe ventje. Oh mijn god, een wild Mark appeared. Mark, je moet toch wel duiken, jongen. Ik heb maar één beensleutel. Diepe ventje. Wacht even, kijk even. Wat zei Mark dat toen? Heb ik het gemist? Perfect, joh. Lekker hoor. In de winkel. Woe! Let's go. Wacht ervoor. Jordan moet even in beeld kunnen. Oh, oké, okay, Mark. Dit is goed. Nee. Nee! Fuck. Let's go. Ik haat mijn leven. Mark, ik wil dood. Doei. Ik ga. Nee. 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 Koen. Hello darkness, my old friend. Koen, dit kan je, dat kan je niet zijn! Koen, wat is dit nou? Koen! Dit is de slechtste penalty-geschiedenis van ooit. Maar maakt allemaal niks uit, match fixing. Oké. Okay. Jordan maar verliest. Ik kan echt niet keepen. Mark, ga je het opnieuw doen? Net werd je natuurlijk een beetje geholpen om het blunder van de keeper. Nou ja, dat is wat ze zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben gewoon een stuk beter. Oh! Nee! Zou je? Ongelooflijk! Jordi, jij gaat verliezen. Ja, dat is heel kut. Jij gaat verliezen. Heel kut. Van Mark. Kan het nou? Ik ga proberen geen één penalty te missen, want penalty zijn mijn specialiteit. Ik ga waarschijnlijk fout, ik ga even afkloppen. Maar misschien is het, dacht ik wel, van Mark, hè? De 3-3 in die punt. In de punt? In de punt. In de punt. Heel onnodig. Dat is heel onnodig. Oké, okay, ik moet episch, scoren, anders gaat epische muziek, want ja, anders gaat het echt fout. Spannende muziekje. Spannende muziek aan. Nee! Ja, gooi die silent maar aan. Dun, 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 dun. Ja, Mark? Oh, wat je wilde hebben we nu. Oh! Diepe zwentje. Wel leuk thumbnail. Ja, dat is ook niet te schijnen. Ja, dat ja, goede afstand staan. Als ik nu mis, dan zijn we allebei echt in de lurk. En dan ga je echt wel. Dan doe je wel wat ik aan je had verwacht. Nee. Ik ben er klaar mee. Nee! Jij hebt 2 pijlen tegen mij gemist. Ja. Ik wil alleen mijn poot uit te steken. Nee. Wat zei je? Mark, wat denk je er nou van? Ik ben echt klaar, perfect. Beuk hem nou om! Zal ik hem weer links schieten of? Ga nou naar je mel. Nee, nee. Jorn, jij bent zo slecht. Ja, ik denk, oké, okay, moet je me daar staan? Oh, we staan voor lul. Ja. Gaan we missen, hè? Nee. Je lijkt nu wel... Nee, want ik wil nu van jou binnen, ja? Dat is missen heel moeilijk. Kijk naar die bek van hem. Ja, daar gaat hij op, hè? Daar gaat hij op. Ik zei kruis hier, hij ging er wel op. Ja, hij was wel hard. Mark is zeg maar de winnaar van de penalties, maar dat zegt natuurlijk echt helemaal niks. Nou mensen, zijn we dus met de tweede sport challenge. Mark staat op goal, zoals je kan zien. Maar ja, we gaan weer even omwisselen, net zoals net. Wat we gaan doen, ik pas de bal naar Jordan. Jordan legt terug in dit, ja, iets bij de 16. We moeten ik een binnen schieten, we hebben alweer 5 kansen. En we hebben opgeteld bij de penalties die we gescoord hebben, maar Mark echt... Ja, heel veel geluk aan dat daar houden. Oké, laten we beginnen. Ik begin en duimpje. Kut! Hij is niet buiten. Hij is wel.
nu al. Poging nummer 2. Oké, tweede kant. Kom maar. Ja, prima. Niet zo prima. Boom! Boom! Is het gewoon slapen? Dat is de only one slapen. Er wordt wel strijd, zie ik wel zo'n persoon als Mark. Boom! Gaat het lukken? Teamsport. Eén keer? Net zoals met jou schiet, kan ik verlopen. Two can you trust? Ja! Heb je ooit een bol tegengehouden? Ja. Dat is een best mooie duik. Ja! Jij wil nooit zo'n bol. Next to Neue! M.O.B. Lekker! Wat een goeie, dat je mag kunnen hebben. Yes! Ja! Dat heb ik gewoon heel kut pak. Mag gezegd worden. Ja, kut! Ja! Nu is er challenge 3. Wat gaat gebeuren? Iemand gooit de bal over je heen in dit, ja, ik weet nog steeds hoe het heet, dit rondje 16 meter ding. Landje 16. Krijg je mijn oor binnen gefluisterd. De bal, dan moet je hem schieten in één keer, maar wel stuiten, maar je mag niet meer in één keer aanraken. Je moet hem buiten 16 schieten. Allemaal 5 kansen. Mark is nog steeds eerste met 5 punten, wat hij 5 keer gelukt had bij een penalty. En wij hebben altijd 4 punten, dus we moeten echt het beste doen. Let's go. Bye, have a great time! Dat is het mooiste schot van de hele aflevering. Ja, denk ik niet. We gaan nu in de cross, wat jij doet. Let's go. Het loopt ook weg alsof je het altijd doet. Zlatan. Thank you.
Team is Mark. Ik wil niet. Let's go. Mark is dus verloren. Wat betekent dat hij Billy krijgt? Kan ik mijn leven. Ja, ja, ga maar staan. Ik heb eigenlijk een beetje mee, een beetje maar succes. Ja, succes. Hij was zo hard. Ga maar lekker staan, Markie. 2, 1. Ongelooflijk! Oh, wat een kut video! Nou mensen, dit was een video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als je hem leuk vond, vergeet zeker niet te liken. De kanalen van deze twee gasten. Nee, dat is een video op zijn kanaal. Ik hoop dat je het leuk vond. Doei!